Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft tussen de 400 en 500 bezwaarschriften van ouders met kinderen in leerjaar 10 ontvangen. Alhoewel voor velen er niets zal veranderen aan het advies, zitten er tussen dit aantal toch kinderen die een ander advies zullen krijgen. Minister Henry Orrie benadrukte gisteren op een persconferentie dat het ministerie bezig is met een traject om het beroepsonderwijs meer aanzien te geven. Wij hebben gezegd dat we zaken als blijven zitten en uitvallen in het systeem moeten gaan verminderen. De afgelopen jaren zijn er data beschikbaar, statistieken waaruit blijkt hoe moeizaam dat proces gaat. We kunnen ons niet meer veroorloven dat rond de vroegere zesde klasse, wat nu achtste klas heet, bijna de helft van de kinderen gewoon het examen niet haalt. En dat geeft dus veel problemen. Een deel van de kinderen wordt doorverwezen naar het vroegere LBGO, wat natuurlijk soms negatief in de oren klonk. Met eindonderwijs als 12-jarig kind, 16 jaar, kun je niet doorstromen naar een andere opleiding, dan moet je direct gaan werken. Dat is hebben we verplaatst. We hebben die 12-jarige zaken rond het moment van examen, wat we kennen als de GLO-toets in de zesde klas, verplaatst naar 2 jaren verder. Het is volgens het ministerie gebleken dat ouders niet willen dat hun kind uitstroomt van de MULO naar het lager beroepsonderwijs. Echter is beroepsonderwijs ook belangrijk voor een samenleving. Vandaar we dus die vernieuwing hebben gebracht in met name het bovenbouw, zoals het mooi heet, MULO-LBO. Wat we nu zien is dat er wat protesten zijn, wat ervaringen opgedaan worden van hoe werkt dat doorstroommodel. Heeft het te maken met, als we zeggen dat de kinderen niet meer mogen blijven zitten, hebben wij verhalen begrepen dat er psychologische aantal aspecten is, dat we gratis overgaan. Dat is in de praktijk dus niet gebleken. Toch moeten we dat idee beter uitleggen, dat het bedoeld is om te letten op het kind, dat waar is het kind minder goed en sterk in, en proberen via een stukje extra lessen, we noemen dat met een mooi woord remedial teaching, toch te proberen met herkansing het meer aandacht te besteden aan het individueel kind. Dat is de filosofie. Orrie geeft verder aan dat er gewerkt wordt aan het zelfstandiger worden van leerlingen. Dit is om een bepaalde stijl van leren onder de knie te krijgen. De minister kondigde ook aan dat het doorstromen zal worden gekoppeld aan spelregels.